Beste leden, vanaf deze plaats een kerstgroet uit Oldertreinen. En ja, alweer digitaal, het tweede jaar alweer. En daarvoor was u van ons gewend dat we elkaar altijd ontmoeten op de dag van LTO Noord. En dan konden we met elkaar de gedachten uitwisselen en de zaken bespreken die leven. Maar ja, het moet nu op dit moment digitaal en we raken er ook al een heel klein beetje aan gewend. Want we missen ook wel een beetje de live bijeenkomsten die we voorheen hadden. Vanuit het regiobestuur zien wij dat het onverminderd druk is. Er gebeurt heel veel om ons heen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het regeerakkoord wat vorige week is bekendgemaakt, dan zie je dat er veel maatregelen zijn afgekondigd op het gebied van stikstof. Maar ook het 7e actieplan nitraat en alle zaken die spelen op het gebied van Veenweide, aardbevingenschade, gebiedsgerichte aanpak op allerlei niveaus. Noem maar op, er gebeurt van alles om ons heen. En wij zitten overal aan tafel en proberen daar zoveel mogelijk in uw belang te beïnvloeden. Maar goed, het zijn onzekere tijden en wij zien ook dat afdelingen op dit moment toch moeite hebben om bijeenkomsten te organiseren. Omdat vanwege de coronamaatregelen veel zaken digitaal moeten gebeuren. Dus wij proberen dat met elkaar op te pakken. Ik heb ook wel hele mooie dingen gezien afgelopen jaar. Zoals bijvoorbeeld de zomeractie, de fietstochten die zijn georganiseerd voor de burgers, maar ook voor ons natuurlijk zelf. Hele mooie ideeën. En ook kort geleden, afgelopen week, hebben wij kunnen deelnemen aan de lichtroutes die verschillende afdelingen hadden georganiseerd. En ja, omdat we dit jaar wederom geen dag van LTO Noord hebben kunnen organiseren, willen wij samen met de afdelingen u toch heel graag een kerstgroet brengen. En die brengen we dit keer bij u thuis in de vorm van een banketstaaf. En misschien heeft u hem ook al ontvangen. Ik wil u vanaf deze plaats hele fijne feestdagen toewensen. En alle goeds en vooral gezondheid voor 2022. En hopelijk ontmoeten we elkaar dan weer. Tot ziens namens het regiobestuur.